Ja, hallo, we zijn bij Herbert en dit keer zijn we bij de Apollo 17 landing en wat er allemaal te zien was. Hier deze eerste foto zie je gelijk al een, je ziet het van bovenaf, hier staan we boven de berg. We staan in de berg, zie je dus een ruimteschip geparkeerd staan in een van de gaten, zoals dat eigenlijk overal zo is. We gaan door naar de volgende foto. Bij deze foto zie je dat de hoek iets veranderd is. Nu zie je ook dat waar ze dus geland zijn, daar beneden, dat lijkt gewoon een complete stad. Maar ja, anderzijds gezien van een ander moment lijkt het weer allemaal heel anders. Omdat al die foto's gemanipuleerd zijn. Dank u NASA, deze geweldige manipulatie. We gaan naar de volgende foto. Bij deze foto zie je allemaal waar ze zo'n beetje geweest zijn, waar ze foto's hebben gemaakt, de hele mikmak. En nu zie je al dat het allemaal heel anders eruit ziet dan wat het eigenlijk is. We gaan door naar de volgende foto. Nou, dit is een hele leuke foto. Hier zie je dus een maanmannetje, ja, een astronaut zie je lopen. En daarvoor zie je een hele grote vlakte. Wat ik dus nu zelf denk is dat de ET's die op de maan leven heel klein zijn en dat ze dus in dat hele stuk zitten. Het zijn dus allemaal die kleine mannetjes van ongeveer 10 centimeter. Dus voor het oog heel moeilijk te zien en voor NASA natuurlijk heel makkelijk weg te werken. We zoomen straks wat in op deze foto. We gaan naar de volgende foto. Dan zie je een foto van wat dichtbij genomen. Ik vond dit een raar stuk steen. De schaduwen zijn natuurlijk weer gemanipuleerd door NASA. Dus het is niet precies te zien wat dit is. Zeg, laat je eigen fantasie leven. En zie wat jij ervan vindt. We gaan door naar de volgende foto. Dan zie je hier een stuk rotswand, helemaal kaarsrecht, ja, kan natuurlijk helemaal niet, omdat het allemaal, het is natuurlijk allemaal niet mogelijk. Maar ja, alles op de maan is gemaakt, dus ook dit is gemaakt. De aliens zitten overal. En bekijk het goed, zet het stil. Bovenin zie je ook gewoon wat behuizing aanwezig. Je moet goed kijken. En laat je niet manipuleren door NASA. Ga door naar de volgende foto. Ook op deze foto weer zie je het rechte stuk. Stuk van de bovenkant, stuk van de achtergrond. Ja, de achtergrond is natuurlijk onduidelijk. Laat staan dat we dat mogen zien wat daar zit. En als je goed kijkt, kan je gewoon hierboven op die berg gewoon stukjes zien wat gewoon bebouwd is. En waar onze vrienden wonen. Door naar de volgende foto. In deze foto weer een stukje van waar ze allemaal geweest zijn en een stukje van de berg. Ik heb bij verschillende van die plekken waar ze dus foto's van gemaakt hebben, dat zijn rondom foto's, heb ik foto's van gemaakt en die krijg je zo te zien. We gaan door naar de volgende foto. Nou, nog eentje van de berg. Van bovenaf, je ziet hoe recht die lijnen lopen, je ziet op het stuk daarachter hoe het dan bewoond is. Het zit echt helemaal vol. En nou even in gedachten dat die aliens 10 centimeter groot zijn, of in ieder geval een deel van de ET's. Niet alle ET's zullen allemaal zo klein zijn, maar het grootste deel wat ik tot nu toe gezien heb is allemaal zo klein. Daarom zijn ze ook moeilijk te vinden. Ga door naar de volgende foto. Nou, hier zijn we bij de eerste van zo'n rondomfoto. En dan het leuke van die rondomfoto's zijn dat je een begin en het eind van de foto ziet. En hier zie je dus die streep lopen, dat is het eind van de foto. Maar daar zit dus nog wel wat achter. En hier in het begin zie je ook heel duidelijk dat er wat zit. En dat hebben ze zoveel mogelijk weggewerkt.
gaan door naar de volgende foto. Dan zie je op de voorgrond zie je iets staan. Of ja, het zit eigenlijk in de schaduw. Er zijn duidelijk een bol en nog een bol. En dan zie je op de achtergrond ook bollen in de wand zitten. Echt een hele mooie foto. Vooral omdat je bij de meeste foto's dus helemaal niks ziet bij ze. Maar hier is duidelijk wat zichtbaar. We gaan door naar de volgende foto. Zoals ik al zei, je ziet die bollen en we zullen wat op inzoomen, dat je zo goed mogelijk beeld krijgt wat hier nou eigenlijk zit. Anders hebben we het heel mooi weggewerkt. Zoals altijd. Bedankt NASA. Hier heb ik nog een foto gemaakt alleen van het stukje wat op de achtergrond zit. Dan zie je duidelijk allemaal bebouwing. Het zijn huizen die hier zijn. Kleine huizen. Want het zijn waarschijnlijk hele kleine wezentjes die hier wonen. Maar ze zijn er. En het zijn er vele. Hele vele. Je ziet ze overal. We gaan door naar de volgende foto. Nou, dit is een hele speciale. Je ziet ook weer duidelijk die splitsing lopen van de ene foto naar de andere foto. En hier staat dus een ruimteschip. Je hoort ook bij, als je de live montage hoort, dat ze zeggen van hé, daar staat een ruimteschip erachter geparkeerd. En hier zie je hem staan. Dit is de eerste foto ervan. Dit is de tweede foto ervan. Ze hebben het ding echt goed weggewerkt. Zoals je ziet, je ziet een klein stukje landschap, je ziet een stukje schaduw, nog een stukje schaduw. Maar duidelijk in die ene schaduw zie je dus duidelijk een voertuig staan. Met nog een of andere ster of iets daarboven. Zou wel geen ster zijn geweest, zal wel weer een vliegend object zijn geweest die daar in de buurt was. Gaan we naar de volgende foto. Nou, hier is hij dan. Het voertuig. Je ziet hem heel duidelijk staan. Je ziet zelfs de schaduw van dat de grond weergeeft. Ze hebben een deel van de foto afgesneden, dat je dus niet duidelijk kunt zien wat het is. Ja, NASA zal natuurlijk niet. Ja, wat ze doen er alles aan de boel te manipuleren en te verzieken voor de hele mensheid. Want ja, die techniek is allemaal voor jezelf en dat ga je natuurlijk niet delen met de rest van de wereld. Die laat je gewoon met oude vliegtuigjes nog steeds rondvliegen en met oude motoren. Wat een onzin allemaal. Wat hebben ze ons bedrogen. NASA, bedankt. Nou, hier weer zo'n foto van een beginstukje. En hier zie je ook heel duidelijk, nou ja, heel duidelijk. Het is een beetje een onduidelijke foto, laat maar zeggen. Je ziet duidelijk dat er iets is. Er is duidelijk een basis, een plek waar bewoning is, waar alles aanwezig is. Waarschijnlijk kan je ook gewoon de maan lopen zonder ruimte te pakken en is er gewoon een atmosfeer. Hebben ze ons gewoon besodemieterd. Wat hebben ze niet? Het zijn boeven. Echte boeven. En daar moet nou eens wat aan gebeuren. Dus ik zeg, mensen komen in opstand. Het is afgelopen met de blauwe pil in deze wereld. Nou, je ziet het kleine alientje. Het kleine E.T. Hij zegt, het is superklein. Het is, is ongeveer zo'n 10 centimeter, 10, 11 centimeter. Meer zal het niet, stel het niet voor. Ja, eigenlijk ook wel logisch, want als je heel klein bent, is het natuurlijk veel handiger om jezelf op een planeet of wat dan ook, of een maan of een ster, om daar te leven. Want je kunt met veel meer zijn dan als je zo groot bent als wij. Dus als we evolueren, kun je beter klein worden dan groot. We gaan door naar de volgende foto. Ik denk trouwens dat dit wezentje, die hier op aarde voorkomt, in de Akamana Desert, daar heb ik ook al een video van, waar ze leven. Ik denk dat deze ook op de maan leeft. Maar we gaan door naar de volgende foto. Dan komen we hier bij een stukje waar ik denk dat ze zitten, en waar zij dus leven. Maar NASA heeft dit heel moois wat gemaakt, dus je ziet er heel weinig van.
Als je goed kijkt, zit er heel duidelijk structuur in. En de meeste foto's die ik maak van Mars, de Maan of van de Aarde, staan alle huizen staan één en dezelfde richting op. En dat heb je hier ook duidelijk weer, dat alles in één richting is geplaatst. We gaan door naar de volgende foto. Nou, nog een foto van hetzelfde gedeelte. Je ziet hoe intens zwart ze dit gemaakt hebben. En je ziet heel duidelijk dat er lijn in zit. Lijn van links naar rechts. Een bepaalde structuur die ze hebben aangebracht. De meeste van die foto's zal ik inzoomen, dus je krijgt een heel ander beeld. Ook deze foto's zijn allemaal gemaakt van de rondom foto's die NASA gemaakt heeft. Daarom zie je bovenin ook een vierkant. En dit is een, ja, vind ik zelf een hele mooie foto. Vooral als je een beetje rechtsboven in de foto kijkt, lijkt het of de Marsmannetjes of ET's heel hard komen aangesneld. Je ziet zelfs stofwolken erbij. Gaan we door naar de volgende foto. Ja, je ziet ze hier al, ze komen aangesneld. Het lijkt of ze aangerend komen. Het is een hele aparte foto. Zoals je al duidelijk ziet, ja, de foto is natuurlijk wel gemanipuleerd door NASA. Dit mag en kan allemaal niet. Het mag niet en het kan niet. En je ziet hier heel duidelijk, je ziet zelfs gewoon het stof wat omhoog komt. Je ziet duidelijk beweging. Of ze heel hard komen aangesneld van: hé jongens, wat doen jullie hier, wegwezen? Dit is onze planeet. We hadden jullie nog zo gewaarschuwd. Wegwezen. En weer een close-up foto, ook van hetzelfde stuk. Ik denk dus echt dat hier die mannetjes van 10 centimeter wonen. In deze stukken, in het donkere gedeelte, wat trouwens overal te zien is, als je op Mars kijkt, op de Maan, in alle donkere gedeeltes, daar wordt geleefd. Je ziet bijna nooit op heldere stukken hun aanwezigheid. Het is meestal in de donkere gedeeltes, want ja, ze leven ook grotendeels onder de grond. Mars is daar een heel goed voorbeeld van. Op de oppervlakte zie je niks. Maar in de grond zit alles. Gaan door naar de volgende foto. Ja, hier zie je ze weer. Aankomen rennen, aankomen stuiven. Het is een hele aparte foto. Gaan door naar de volgende foto. Ja, nog wat dichterbij. Zodat er niet de helder erop, maar krijgt een goed beeld van wat er te zien is. Ik gebruik hier trouwens een Sony Cybershot voor. Waardoor ik heel dichtbij foto's kan maken van foto's. Het zijn allemaal foto's van foto's. En ik maak foto's van mijn beeldscherm, dus af en toe zie je mijn beeldscherm erin. Ga door naar de volgende foto. Nou, ook een hele aparte foto, heel onduidelijk gemaakt. Maar dit lijkt dus gewoon een huisje. Als je goed kijkt, zie je een deur, een raam. Wat in het berg of in het landschap zit verwerkt. Je kan ook niet duidelijk zeggen bij NASA: is het een vlakke grond? Of is het, loopt het omhoog? Want het is meestal op foto's niet goed te zien. Ze hebben het altijd zo gemanipuleerd dat het onmogelijk lijkt van wat het nu werkelijk is. En dan heb je ook nog altijd die kruisen die ze erin zetten. Die zetten ze ook meestal precies over iets heen. Om het zo onduidelijk mogelijk te maken. We gaan door naar de volgende foto. Nou, hier zie je zo'n NASA-gast met zijn kar in de omgeving. Naast de bekende rotspunt. En daar zijn ze heel lang bezig geweest wat ze daar gingen doen. Ja, zoals ik al zei, als die edentjes zo klein zijn, wonen ze daar op dat kleine stukje. En dan is daar een huisbezoek. En op de achtergrond, wat je natuurlijk niet kan zien, zonder die ruimteschepen. We gaan door naar de volgende foto.
Dat is een hele aparte foto. Als ik er zelf naar kijk, lijkt het een soort een duif met twee figuren ernaast. En voor de rest is het allemaal zo gemanipuleerd dat je niet goed meer kan zien wat het is. Maar dit was duidelijk een plaatje. Maar zoals ik al zei, die aliens zijn heel klein, dus krijg je een heel ander en raar beeld. We gaan door naar de volgende foto. Nou, nog eentje van hetzelfde stukje. Je ziet het ook, het lijkt een rondje, maar ze hebben die schaduw er, ja, schaduw, dat is geen schaduw, ze hebben het gewoon zwart gemaakt. Door het zwart maken krijg je een zo'n vertekend beeld. Eigenlijk moet die hele zooi nog gewoon weer opgeklaard worden. En dan zal iedereen zien wat daar te zien is. En wat ze ons jarenlang besodemieterd hebben. En dan moet gewoon die hele stichting, die hele vereniging van NASA, moet gewoon opgedoekt worden. En weg de vuilnisbak in. Zulke mensen moeten helemaal geen werk meer krijgen. Klaar met die zooi. Nou, dit is een hele grappige foto. Je ziet weer dat karretje van ze. En op de achtergrond zie je een, ja, het lijkt een doodskop van een koe-achtig dier. Maar dat beeld, de schedel van de koe, wordt ontzettend vaak gebruikt. Die heb ik op Mars en op aarde al zo vaak gezien. Meestal in de rotspunten, hoog in de bergen, of in de sneeuw of in het ijs. Op Mars zie je hem echt overal verschijnen. De overbekende koeienkop. Wordt zeer veel toegepast. Het lijkt een symbool van de ET's. Nou, dan zie je hier weer een stukje wat ook heel apart is. Want hier zie je de duidelijke rechte lijn in. En zomaar rechte lijnen, die komen bijna in de natuur niet voor. Dus je ziet die rechte lijnen en ronde lijnen met elkaar gecombineerd. Allemaal in een beetje onduidelijk perspectief. Maar dat is eigenlijk meestal het geval. Ga door naar de volgende foto. Dan zie je wat NASA spulletjes. Een beetje uitgeblinkt, veel licht erop. Het lijkt erop dat we ook heel duidelijk niet mochten zien wat hier zat. Of wie hier stond of wat dan ook. Is apart. Ga door naar de volgende foto. Is dan het eind van de stok die je net zag in het vorige beeld. Heel raar. Wie neemt er nou zo'n rare stok mee? Naar de maan. Het zal. Hè? Je doet er van alles aan om de meeste rare spullen mee te nemen naar de maan. Door naar de volgende foto. Nou, dan zie je hier nog een hele aparte foto. Dit lijkt dus echt duidelijk op een constructie waarin gewoond wordt. Je ziet deuren of ramen. Duidelijk ingangen. Rond of vierkant. Het is heel apart. En jongens, vergeet niet, het is de maan. Dan doen we naar de volgende foto. Ook in deze foto weer duidelijk constructies. In het rotsgebied, of wat een rotsgebied is, het zal wel geen rotsgebied zijn, het is natuurlijk gewoon allemaal gecreëerd. Hè? Alles is gecreëerd, de hele maan is gecreëerd. En je hebt de voorgrond, zie je nog een voetstap. Wat een voetstap lijkt, kan het net zo goed met anders zijn geweest. Dat weten we niet. Nou, dan zie je hier weer iets liggen, ik weet niet wat het is. Maar het is NASA's spul. Maar misschien dachten ze, we gaan gelijk even de maan vervuilen. Zoals we de rest van de wereld ook gedaan hebben, gaan we de maan ook gelijk vervuilen met troep. Ja, why not? Hè? Dan nemen we van alles mee. Wat het is, Joost mag het weten. Maar het was duidelijk op de foto te zien. Dan doen we naar de volgende foto. Nou, hier zie je al die troep bij elkaar. Dat witte ding wat we net zagen, dat ding waar overheen geflitst wordt. En die rare stok erbij, die ze ook mee hadden genomen naar de maan. Ja, je weet het niet wat die jongens daar hebben uitgevoerd. We gaan door naar de volgende foto.
En daar kwam ik deze foto nog tegen. Zeer onduidelijk wat ik voor mag stellen. Maar ik weet het niet. Ik zou zeggen, kijk er lang naar. Misschien dat je er wat in ziet. Ik vind het very strange. We doen naar de volgende foto. In deze foto zie je wat constructies. Ronde ingangen. Want overal zijn wat ronde ingangen. En langwerpige ingangen. Ga door naar de volgende foto. Nog eentje van hetzelfde stuk. Duidelijk rond object wat er ligt. Ronde bovenkant, ronde voorkant. Het lijkt wel een wiel. Ja, dat zal dan niet zijn. We gaan door naar de volgende foto. Ik kwam nog een foto tegen met dit lichtobject erin. Very strange. De hele omgeving is zeer licht. Maar duidelijk iets lichts in de foto. Misschien een lamp. Die het nog aanstond. Wie weet het. Ik niet. Dan zijn we bij de laatste foto. Nou. Deze foto is heel duidelijk bewerkt, maar het was duidelijk ook een heel belangrijke foto. Als je goed kijkt, staat er onderin 32. En als ik een beetje naar die foto kijk, dan denk ik dat hier duidelijk IT's op te zien waren, maar die het totaal is weggewerkt. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, subscribe, like, share, deel het met de hele wereld. Want het is erg belangrijk dat er nu eens een eind komt aan dat NASA gaat onder. Mensen, fijne dag. Doeg!